In Paramaribo zijn er tot en met vanmorgen 22 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. De officiële periode voor het kopen en verkopen van vuurwerk was van 27 december tot vandaag 2 januari. De spoedeisende hulp heeft tot 1 januari haar handen vol gehad aan mensen die er waren voor medische hulp. Fawzia Poese, medisch coördinator van de spoedeisende hulp, vertelt hoe het is verlopen met de gewonden die zijn binnengebracht. De meeste zijn gekomen in de nacht van 31 op 1. De meeste vuurwerkslachtoffers zijn gisteren in de dagdienst en de middagdienst nog een paar. Dus de teller staat nu op 22. Men mag vandaag nog vuurwerk afschieten officieel. Dus ik hoop dat we niet meer slachtoffers erbij krijgen. Maar dat is wat we ook zien door de jaren heen, is dat in de nacht van oud op nieuw, dat dan de meeste mensen, ook, het is dan ook de piek voor het afschieten van vuurwerk, dat dan ook de meeste slachtoffers komen op die avond. En dat is ook dit jaar weer het geval geweest. We stonden op 4 eerst, in eerste instantie. En daarna, gisterochtend, bleek dat er dus was gestegen naar 16. En nu staan we op 22. De leeftijden van de gewonden varieerden. Het jongste slachtoffer dat geregistreerd staat is een 3-jarige en de oudste slachtoffers zijn 2 49-jarigen. De 3-jarige werd per ongeluk aan het oog verbrand door wierook, maar die mocht na behandeling naar huis en de andere gevallen waren milde brandwonden. Vergeleken met de afgelopen jaren, zegt Poese, dat de verwondingen dit jaar meevielen. Het is moeilijk te vergelijken eigenlijk, omdat elk letsel is ernstig. We hebben in het verleden ook mensen gehad die zijn komen te overleden ten gevolge van vuurwerkongevallen. Ik weet niet of je zich nog kan heugen op het een paar jaren terug, hoor. Op de Suriname rivier was er zo'n een vuurwerk. Daar waren er een paar mensen overleden. Dat, denk ik, is tot nu toe het ergste geweest wat zich ooit heeft voorgedaan. En natuurlijk is het erg als mensen een vinger moeten verliezen of een hand moeten verliezen of een oog moeten verliezen. Ik denk, het jaar ervoor, 2015 op 2016, hadden we 1 slachtoffer waarbij er een oog verloren was. Dat was ook heel erg. En hier, in de laatste, 2016, 2017, zijn er dus mensen geweest die een paar vingers hebben verloren. Vergeleken is het misschien minder ernstig met daarvoor, omdat ook de brandweer goed in de gaten houdt wat voor soort vuurwerk er allemaal binnenkomt. Dat die gevaarlijke dingen zoals kronto's en maripas, dat die niet meer legaal het land binnenkomen. En dat er dus ten gevolge daarvan minder ernstige ongelukken. Fawzia Poese, medisch coördinator van de spoedeisende hulp, hoopt dat er voor vandaag geen nieuwe slachtoffers zich aanmelden. Tot nu toe zijn er minder vuurwerkslachtoffers genoteerd dan in 2015. Op de laatste dag in 2015 waarop er vuurwerk verkocht en afgeschoten mocht worden, stond de teller op 25. Vandaag is officieel de laatste dag waarop er vuurwerk gekocht en afgeschoten mag worden.